wortels. Ga je deze som maken om te oefenen voor de toets, dan adviseer ik 15 en 16 te maken. Dat zijn betere oefensommen echt op niveau voor de toets. Dit is echt de basis. Beheer je de basis? Weet je hoe het zit met die wortels en zo? En wat gaat ze eerst keer of de wortel? Dat soort dingetjes. Kijk niet alles, hè. Dat is echt zonde van je tijd. Kijk alleen die je wil zien. Dus doe eventueel zo op verder klikken. Zo. Dan kan je gewoon zo verder doen. En dan kijk je bijvoorbeeld alleen C. Anders is het zo zonde van je tijd. Eerst overnemen. En dan zie je staan wortel 36. En ja, op de toets mag je waarschijnlijk geen rekenmachine gebruiken. Dus dan is het wel belangrijk dat je weet hoe zit dat nu ook alweer met die getallen. Van de kwadraten. Nou, waarom moet je dat weten? Niet omdat de wortel het omgekeerde is van de kwadraten. Dat wordt vaak gezegd, maar dat is niet. Dan leg ik in een tweede klasfilmpje uit waarom dat niet zo is. Maar het heeft wel met elkaar te maken. Want 36 is 6 keer 6. Ofwel, 36 is 6 in het kwadraat. En de wortel uit 36, dan zoeken we het getal wat keer zichzelf 6 is. 36 is. Spoiler, ik verklap hem al. Dat is 6. Dus dat is iets dat moet je weten. En vooral die hogere getallen, bijvoorbeeld 121 is 11 kwadraat. Leer ze even uit je hoofd. Als je er geen rekenmachine mag gebruiken op de toets. Als je geen zorg heeft dat je kent, anders moet je gaan proberen. En dan kost het je zoveel tijd op de toets. We beginnen met deze. Eerst de wortels, want de rekenvolgorde is eerst wat tussen de haakjes staat. Ik zet dat nooit bewust erop, want nu moet je iedere keer nadenken, wat ging er ook alweer eerst? Terwijl als je het kunt zien op mijn scherm, dan denk je, oh ja. Terwijl het is juist goed als je er beter over nadenkt. Ik heb het er zo ingeplakt hoor, dus dat is het niet. De eerste stap is tussen de haakjes. De tweede stap, denk er even over na. Ja, dat zijn de kwadraten en de wortels. De derde stap, keer en delen, van links naar rechts. En dan plus en min, ook van links naar rechts. En deze is ook allemaal van links naar rechts. Dus we doen eerst nu de wortels. Nou, de wortel uit 36 is 6, want 6 keer 6 is 36. De wortel uit 4 is 2, want 2 keer 2 is 4. En nu krijg je dus eigenlijk gewoon het groep 3 sommetje, 6 min 2, en dat is 4. Dan gaan we, ja, dit is natuurlijk geen groep 3 sommetje, hè, maar dit wel. Dan gaan we naar, oh, dat is de verkeerde som. Dan gaan we naar som B. 9 plus de wortel uit 9. 9 plus de wortel uit 9 is gelijk aan. Eerst de wortels. De wortels gaan voor plus. Dus plus en min is echt het allerlaatste wat je doet. Dus de wortel uit 9 is 3. Waarom? Je gaat een getal zoeken wat keer zichzelf 9 is. En dat is 3. Dan neem je de rest over. 9 plus 3. En dat is gelijk aan 12. Dan gaan we naar som C. 5 keer de wortel uit 100. Ja, de wortel uit 100. We zoeken een getal wat keer zichzelf 100 is. Want de wortels gaan voor de keer. He, je krijgt eerst de haakjes, dan de kwadraten en de wortels, dan keer en delen en dan plus en min. Dit is 10. Dus hier heb je eigenlijk het sommetje 5 keer 10. Is gelijk aan 50. Dat was hem al. Dank voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!